Goedemorgen. Ja, het is 7 uur vanmorgen. We hebben een wagen volgeladen. En we gaan op naar Kruiningen. Ook weer eens leuk. Mooie bakplaatsen. Filter. Uiteraard weer een happy. En het is een mooie dag weer. Ja, nog vroeg, lekker fris. Maar we gaan er even tegenaan. Dus klep dicht. En we go. Lekker stukje rijden. Maar het is wel, wel lekker. Ik heb er zin in. Ga je mee? Slaan en aan het werken, maar hier moet nog de bak even komen. Dus dat, hij is netjes gegraven, dus daar is helemaal niks mis mee. Hier hebben we de happy. Zijn we ook al aan het aansluiten. Ik denk, wacht even, nog even een filmpje maken. Dus keurig mooi plekje. Wat water zit erbij, een stopcontact erbij. We zijn de retour aan het aansluiten. En we hebben al kijkers erbij, dus dat gaat helemaal goed komen vandaag. Kiekers, toch? Veel, kiekers? Nee, de kiekers hebben niet veel, nee. Kijk, dus zo gaat het ook, hè. Fantastisch. Achter op de auto-ambulance. Pellets eronder. Geweldig. Zeg maar, had je hem ook wel kunnen halen, Corné? Dat is een eind, toch? Dat is een eind, hè. Eindhoven is een eind. En daar gaan we naartoe straks, met de kraam. En dan komt de kraan. Netjes op de rijplaten. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Anders rijden we de stoep kapot, hè? Nee, maar dat gaat helemaal goed komen zo. Kijk, dit is goudtransport. Even reclame maken, wel eens in Zeeland natuurlijk. Hè. Goudtransport. Ja, familiekeursje. Helemaal goed. Kijk, de jongens zijn allemaal netjes aan het assisteren. Van het ene gat naar het andere gat. Maar het scheelt mijn rug. Daar ben ik ook blij mee. En de opzichten staan aan de zijkant. Gaat goed? Duimpje omhoog dan. Goed zo. Ja, we hebben even de aansluitingen gemaakt. We gaan het zand erin lopen. En dan zijn we gelijk klaar. En dan hangen we hem nu. Ja, hij hangt erin, hè. En daar gaat hij. Ja, het is een beetje mistig vandaag, maar het gaat wel goed komen. Je moet niet alles zien ook, hè. Over het huis heen. Ja. Yeah. Zijn niet thuis zeker? Nee. Kijk, als je nou in de lucht hangt, is maar een klein bakje. Laten we komen, jongens.
Kijk, even twee dingen tegelijk aan. Even ombramen. En de buitenkant. En dan gaan de leidingen er weer in. Nou, Konijn, dan gaan we ja, het belangrijkste erin doen, hè. Dat belangrijkste, ja, pak ze maar uit. We gaan de bacteriën van Biogrow 1, 2, 3 erin doen. Dat is toch fantastisch spul. Het is het rare eigenlijk dat alleen de vissen dat merken en het eindresultaat wat je merkt is dat je een heldere vijver houdt. En type 1, zeg maar, dat is de ammoniverende bacterie. Er zijn een heleboel soorten bacteriën. De 2 is de niet-riviserende. En nummer 3, dat is eigenlijk een beetje om de sluts op te ruimen. Nou kunnen die 3 niet bij elkaar in één fles, want dan vreten ze elkaar op. Dus die zijn een beetje agressief, zeg maar. Maar je mag ze alle 3 tegelijkertijd erin doen, om op te starten. Nou kan je natuurlijk 2 dingen doen. Je kan zeggen, ja, moet het dan in het filter? Dat mag. Je mag bij die beet carriers, bij het bewegend bed mag je het erin doen. Maar je kan ook zeggen van, nou, ik gooi ze in de vijver, want het komt overal te zitten. Het is jouw feestje. Dus doet ze er maar in. Mag het nu al? Of, ja hoor, dat mag nu. Ja. Ja. Kijk, er wordt nog druk gekruid. Ja, het is nu niet verstandig om die natuurlijk in het filter te gooien. Want... Die staan nog droog dan, hè? Ja. Ja. Kijk eens. Deze moet je allemaal af en toe bestellen. Ja, ja. Ik ben geen karper. Ik ga een aardig guppie toch zeggen. Ja, ja. Heel eenvoudig is het, dopje eraf en leeg maar. Ja, nou, dat kan van mij. Dat kan van mij. Dat is technisch helemaal goed. Ja, dat is... Nee, het is belangrijk eigenlijk dat je de onderhoudsbacteriën, maar die kom maar eens halen in de winkel dan. Oh ja. Om die elke week na het spoelen een borrelglaasje erin te doen. Oh, als je tenminste niet te veel... Kosten, Nee, als je niet te grote borrelglaasjes nee, gebruikt. De bovenste helft. Een bovenste helft, ja, ja, ja. Nee, dus dan blijf je de vijver, zeg maar, de bacteriën stimuleren. Dat... Ja, drie blijf. Nou, we kunnen niet blijven wachten tot de hele vijver vol is. Helaas. Dus we kunnen het eindresultaat even niet op film zetten. Maar alles is weer aangesloten. En we komen nog een keer terug. Alles weer keurig netjes aangesloten, denk ik. Pompje. Weer een 20.000 zit erop. 22.000. En de regelaars. En we hebben hier een prachtig filter. Dat is het type Happy. We gaan er nog even overheen. Oh, net zo net neergezet, ja hoor. Schop ik hem weer om. Type Happy. Oké, okay, nou dan zit alles Happy dan, hè? Ja, heten. Dit is de 2025, dus nou, je ziet hier hoeveel kuub dat het gebruikt kan worden. Maar we zeggen meestal 25 kuub voor gewone vissen. En 20 kuub als je echt heel veel vissen erin hebt zitten. Het trommelfilter. Daar blijft de veiligheid in zitten. Bewegend bed moet nog opgestart worden. En hier dan de filter. Niet filter voor veiligheid, maar voor de bacteriën op te bouwen. Nou, we houden het hier even zo bij. Heb je ook interesse? Kooi Kerhoekse Waard. En dan zie ik u graag.